Vandaag gaan wij een Cassie Messie account maken in Roblox. En is er een cadeautje voor jullie aan het einde van deze video. En doe zeker een duimpje omhoog op deze video, want anders komt Cassie Messie jou halen. Oké, hier zitten we dan op de Roblox site. En momenteel zit Lotte ook naast mij. Hoi Lotte. Hoi Dennis. En vandaag gaan wij een Cassie Messie account maken in Roblox. De vorige keer hadden we namelijk een Huggy Buggy account gemaakt op Roblox. En jullie lieten massaal achter in de reacties dat we natuurlijk Cassie Messie moesten gaan maken. En dat is letterlijk wat wij vandaag gaan doen. Maar als eerste laten we naar Avatar gaan. En laten we even onszelf gaan veranderen natuurlijk in de Huggy Buggy die wij de vorige keer waren geworden. Oké, zoals je momenteel kan zien is dit letterlijk de Huggy Buggy skin die wij de vorige keer hadden gemaakt, Lotte. Alleen ja, vandaag willen we natuurlijk een Cassie Messie account gaan maken in Roblox. Ja. En welke kleur heeft Cassie Messie, Lotte? Roze! Natuurlijk, jouw favoriete kleur roze. Ja. Dus laten we als eerst naar de Avatar shop gaan. Want Cassie Messie staat natuurlijk iets anders bekend dan Huggy Buggy. Want voor de kijkers die het nog niet weten, Huggy Buggy staat bekend om de lekkere knuffels. Terwijl Cassie Messie bekend staat om de kusjes natuurlijk. En ik ben heel benieuwd, wie is jouw favoriet? Hou je liever van knuffels en van Huggy Buggy? Of hou jij toch meer van kusjes en kies je dan voor Cassie Messie? Laat het weten in de reacties onder deze video. Oké, Lotte, laten we als eerst natuurlijk in de winkel Cassie Messie gaan intypen. En dan ben ik heel benieuwd wat voor spulletjes we gaan zien. Oké, Lotte, zoals je kan zien, zien we hier heel wat dingetjes. En dit is hoe Cassie Messie er letterlijk uitziet. En moet je kijken hoe eng dit is. Dat gezichtje. Maar ik zie al een paar dingen wat Cassie Messie anders maakt dan Huggy Buggy natuurlijk. Nou. Ten eerste is Cassie Messie helemaal roze. Wat je natuurlijk nu ook ziet in beeld. Je ziet nu letterlijk een plaatje van Cassie Messie. Dan valt er nog één ding op. Ze heeft namelijk een blauwe strik. Ze heeft een best wel iets lievere mond. Tenminste, dat lijkt zo. En Lotte nog één ding. Haar ogen. En ze heeft bimpers. Inderdaad. Dat maakt haar natuurlijk heel erg vrouwelijk. Ja, en laten we kijken hoe dit letterlijk bij ons staat momenteel. Ja. Oké, we kunnen het niet echt zien omdat we natuurlijk het Huggy Buggy shirtje aan hebben, Lotte. Maar ja, ik denk ook de niet dat het gezichtje aan de voorkant moet. Dus laten we deze maar niet gaan kopen. Ja, is goed. Oké, we zijn weer terug in de winkel. En we moeten als eerste eens gaan kijken naar een truitje met natuurlijk een blauwe strik. En ik zie er hier wel eentje, Lotte. Oh, die is vet! Deze heeft namelijk denk ik de perfecte kleur. En als we hem gaan aanpassen ben ik heel benieuwd hoe die bij ons staat. Want dit is wel echt perfect. Ik ben echt benieuwd. En wow! Oké, ja, momenteel ziet het een beetje raar uit. Omdat we natuurlijk nog een halve Huggy Buggy outfit aan hebben. Maar ik zou zeggen, laten we deze zeker gaan kopen met onze 11.000 Robux, Lotte. Wow, dat is echt heel veel, Dennis. Zo, en dat betekent dat we deze aankoop hebben gedaan. Laten we lekker gaan verder winkelen. Ja. Alhoewel, Lotte, voordat we verder gaan winkelen, lijkt het me misschien handig om alvast onze kleur te gaan veranderen. Natuurlijk hier links bij Avatar. Ja. En laten we dan als eerste natuurlijk het Huggy Buggy shirtje uitdoen. En de Cassie Messie natuurlijk aandoen. En weet je wat ik trouwens raar vind, Lotte? Deze heet letterlijk Missie Pink Huggy Buggy. Dat vind ik ook een beetje gek. Terwijl het letterlijk Cassie Messie is. Ja, daarom. Is toch raar? Oké, we hebben letterlijk bijna alle Huggy Buggy spulletjes uitgedaan. Omdat we natuurlijk Cassie Messie moeten maken vandaag. En laten we ook meteen even ons huidskleurtje gaan aanpassen. Naar natuurlijk Lotte roze. Roze. Dus we gaan hier naar body. Dan klikken we op skin tone. En als het goed is kunnen we daar natuurlijk roze kiezen. Namelijk deze. Ja, die is mooi, Dennis. En dan ziet het er letterlijk zo uit, Lotte. Ik weet niet wat ik ervan moet vinden. Ik denk dat Cassie Messie nog net iets rozer moet. Ja, dat denk ik ook, Dennis. Dus als we hier onder op advanced klikken, dan krijgen we allemaal meer kleuren die we kunnen kiezen. En ik denk letterlijk één tintje rozer, dus deze. En dit ziet er letterlijk perfect uit. Oké, laten we teruggaan naar de winkel, oftewel de Avatar shop hierboven. Ja, doe dat maar. Zo, en we hebben weer Cassie Messie ingetypt. En nu moeten we natuurlijk een bijpassend broekje hebben, Lotte. Iets wat niet te fel is natuurlijk. En die mooi past bij het shirt. En ik zag die hierboven eigenlijk al meteen een. Oh, nou, ja, die heeft dezelfde creator ook een broekje ervan uitgebracht. Dus laten we daarvoor gaan. Oké, deze kost namelijk ook 5 Robux. En hier staat ook weer Missie Pink Huggy Buggy. Het is Cassie Messie, oké. Oh, jongen. Je moet het niet
niet verkeerd schrijf, want anders wordt Missy Missy letterlijk nog boos op je. Oké, laten we dit broekje maar uit gaan proberen. En dat is echt zo handig dat het letterlijk kan op deze site. En wow, Lotte. Oh, die is al perfect, Dennis. Dit outfitje is letterlijk perfect. Het is heel erg moeilijk namelijk om op Roblox een goede outfit te krijgen. Ja, dat is wel echt jammer. Want zoals jullie weten, Huggy Buggy en Kissy Missy zijn natuurlijk niet 100% zo, maar dit is het beste wat we ervan kunnen maken. Oké, laten we deze gaan kopen. 5 Robux en kaching, gekocht. Die is nu van ons. Wat we dan doen is, we gaan natuurlijk weer naar Avatar om het broekje ook meteen aan te gaan doen. En moet je kijken hoeveel items we eigenlijk hebben, Lotte. Het belangrijkste wat we sowieso zometeen nog moeten doen is natuurlijk het gezichtje, het haar, de handen, benen natuurlijk. Of nou ja, met de benen bedoel ik de schoenen. Dat is allemaal belangrijk. Dat is wel belangrijk inderdaad, Dennis. Maar als eerst het broekje aandoen. En wow, ik vind hem nu al heel erg vet, Lotte. Wat we nu misschien kunnen doen is sowieso, de schoenen zijn volgens mij wel goed, toch? Want Kissy Missy heeft volgens mij ook gele schoenen. Tenminste, eens even kijken. Ja, zeker. Top. En wat we de vorige keer deden bij Huggy Wuggy is volgens mij hier naar body gaan. Dan naar skin tone. Ja. En dan gingen we hier op advanced klikken. En dan konden we bij de linkerarm hier geel maken. En de rechterarm maken we dan ook geel. Ja. Want dan hebben we letterlijk gele handen en gele voeten. Dat is perfect, Dennis. Ja, want dat is letterlijk wat Kissy Missy heeft. En daarmee lijkt ze wel een beetje op Huggy Wuggy, moet ik zeggen. Ja, alleen dan eigenlijk in het roze. Wow, oké, dit ziet heel erg vet uit. En dan vraag je aan jou, Lotte. Wat is eigenlijk jouw favoriet? Huggy Wuggy of Kissy Missy? De mijne, Huggy Wuggy natuurlijk. Ik hou van mijn knuffels. Mijne, Kissy Missy. Oké, we zijn weer terug in de winkel. We hebben natuurlijk een shirtje en we hebben natuurlijk het broekje, Lotte. Dus eigenlijk hebben we geen kleding meer nodig. Alleen nog haar, een gezicht, een mondje en ogen natuurlijk. Ja, dat is haar. Dus we klikken hier weer op Avatar Shop hier linksboven. Ja. En dan gaan we hier bovenin. Wat gaan we daar intypen, Lotte? Pink hair? Ik denk dat het wel verstandig is om te doen, Dennis. Of weet je wat? We gaan als eerste voor het gezichtje. Dus we typen smile in. Ja. En dat betekent natuurlijk glimlach. Oké, en dan klik je op Avatar Shop. Oké, daar zitten we dan bij de glimlach, Lotte. Alleen Kissy Missy vind ik dat ze net een lievere glimlach heeft dan Huggy Wuggy. Nou ja, eigenlijk wel hetzelfde. Maar Kissy Missy is een meisje natuurlijk. Ja. Dus misschien kunnen we hem wat liever maken dan dat enge mondje wat Huggy Wuggy had de vorige keer. Dat zal fijn zijn. Dus bijvoorbeeld deze met die tandjes en die grote mond hier zo. Ja. Want dit is natuurlijk een item wat we de vorige keer al hadden gekocht, blijkbaar. Voor 75 Robux. Inderdaad. Laten we kijken hoe die op ons mondje staat. Wow. Oh! Oké. Dit is wel heel erg apart, moet ik je zeggen. Is mooi. Het is wel heel erg mooi, maar we hebben hem al gekocht. Dus we kunnen het straks altijd testen natuurlijk met de ogen en het haar. Dat is waar, Dennis. Wat nou, Lotte, als we hier Kissy Missy Mouth intypen? Dus Kissy Missy Mouth. Oftewel Kissy Missy Mond. En dan drukken we op Avatar Shop. Oké, dan zitten we letterlijk al deze gezichten. En Lotte, moet je deze kijken. Hier zo. Die lippen, dat is wel een beetje wat Kissy Missy heeft. Ze heeft volgens mij zo'n golfje in haar lippen. En die ogen van haar, die staan ook heel erg groot. Ik zie het. Deze gaan we even proberen. Ja. Oh, Lotte, het ziet er heel erg grappig uit. Ja, die is echt leuk, Dennis. Ja, het is wel apart. Ik weet niet of het helemaal Kissy Missy-achtig is, maar laten we hem kopen. Ja, is goed. Zo, 30 Robux, we hebben hem gekocht. En laten we weer even teruggaan hier naar de Kissy Missy mondgedeelte. En laten we nog heel even verder kijken. Oké, Lotte, we hebben momenteel niks beters gevonden. Dus ze zitten bij de Avatar Shop. En hier hebben we natuurlijk het mondje wat we net hadden gekocht. Oftewel de ogen en het mondje, de mooie lippen hier zo. Leuk. Het ziet er wel heel erg leuk uit, maar natuurlijk niet heel erg eng. Maar misschien is dat wel iets wat we willen natuurlijk, een lieve Kissy Missy. Want de vorige keer hadden we namelijk dit mondje. En ik denk dat we vandaag voor iets lievers gaan natuurlijk. Ondanks dat de tanden van Kissy Missy heel erg eng zijn, we doen gewoon een beetje alsof ze half haar mondje dicht heeft. Dus Lotte, we kunnen gaan voor deze met die ogen of we gaan voor deze met die glimlach. Welke denk jij? Ik denk met die ogen, Dennis. Oké, wat we dan nog nodig hebben sowieso, Lotte, is haar natuurlijk. Dus laten we even teruggaan naar de Avatar Shop en laten we dan even hair intypen. Oftewel pink hair. Dus roze haar. Ja. Oké, we zijn in de winkel en dan moeten we alleen nog hier pink hair intypen. Oftewel roze haar. En dan drukken we weer op Avatar Shop natuurlijk. Ja. Oké, ik zie hier letterlijk allemaal roze haar. En Lotte, dit is volgens mij voor jou echt een paradijsje. Want jij houdt natuurlijk van roze. Dit is echt mooi. Even kijken, we hebben hier pink
Fluffy, messy, boy hair. Nou, Kissy Missy is een meisje, dus laten we dat niet doen. Maar het is wel een mooi kapsel, moet ik zeggen. Maar Kissy Missy heeft natuurlijk zo'n beetje een raar hartjeshoofd. Ze heeft een hartjeshoofd, wil ik eigenlijk zeggen. Oh ja. En laat zeker weten in de reacties of jij dat ook vindt, dat Kissy Missy een hartjeshoofd heeft. Maar eens even denken, Lotte. We hebben hier bijvoorbeeld wel iets. En dat is ook wel voor jongens, maar het ziet er wel heel erg vet uit. Het roze hier zo. Die vind ik wel heel mooi, Dennis. Perfect is. Oké, laten we die dan zeker even gaan bekijken. Ja, eens even kijken. Oké, Lotte, dit is natuurlijk het haar wat we dan krijgen. Oké, het is niet precies een hartje, maar wel een beetje die vorm, zeg maar. Ja, wel dat van die duitjes. Laten we het even gaan proberen. Ja. Oh, Lotte, dat ziet echt heel erg grappig uit, kan ik je vertellen. Oh, die zijn heel leuk, Dennis. En ik denk eigenlijk wel perfect voor een Kissy Missy. Natuurlijk kan je niet het masker van Kissy Missy kopen, helaas. Nee, was het maar zo in Roblox. Maar ik moet zeggen, Lotte, ik vind het heel erg grappig met het pakje zo. En ik zie trouwens nu dat we één arm nog roze hebben. Oh ja, die moeten we ook nog geel gaan maken. Oké, laten we deze gaan kopen en we kijken nog heel even verder of we nog wat beters haar kunnen vinden. En dan zien we jullie zo meteen weer. Ja. Zo, 50 Robux. Kaching. Oké, Lotte en ik konden letterlijk geen beter haar vinden voor Kissy Missy dan deze. Ja. Ik denk dat deze het beste in de buurt komt. Ook al is het jongenshaar. Het ziet er echt wel uit als een beetje meisjeshaar. En natuurlijk op haar hoofd van Kissy Missy. Het enige wat we nu nog moeten doen is naar body gaan, naar skin tone en een armkleur veranderen natuurlijk. Ja, die moet nog geel worden. En dat is het rechte arm. En dan is dit letterlijk hoe onze Kissy Missy eruit ziet in Roblox natuurlijk. Oh. Ik denk dat ze best wel aardig lijkt. Toch, Lotte? Ja, hij is best wel lief, lijkt Dennis. Ik ben heel benieuwd. Zou jij Kissy Missy een kusje geven? Laat het weten in de reacties. Als laatste heb ik natuurlijk een heel speciaal roze cadeautje voor jullie. Namelijk heb ik momenteel 11.000 Robux, wat je hier rechtsbovenin natuurlijk ook kan zien. En mij lijkt het leuk om een beetje van die Robux weg te geven aan jullie. En het enige wat jij hoeft te doen is een duimpje omhoog op deze video. Laat je Roblox naam achter in de reacties onder deze video. En vergeet natuurlijk niet om te abonneren. En laat dan ook weten, heb je liever Kissy Missy of Huggy Wuggy? Doei doei! Doei doei!